Jongens, ik moet iets bekennen. Zoals jullie weten is het afgelopen jaar, anderhalf jaar ongeveer, zijn er diverse ondernemingen gevallen. Kleine ondernemers die kapot zijn gegaan. You know why. Maar ik heb er persoonlijk ook voor gezorgd dat een van de grote ondernemingen, genaamd Zalando, die heb ik persoonlijk helemaal kapot gemaakt. Ik heb namelijk ongeveer 2 weken geleden heb ik voor €1200 aan schoenen gekocht bij Zalando. En daardoor zijn ze nu ja, bankrupt. En misschien vraag je nu af van Peurs, hoe kan je nou een bedrijf kapot laten gaan door iets bij ze te kopen? Dat is toch het hele juiste punt van een onderneming. Dat men iets afneemt en daardoor geld verdient en dan floreert, zeg maar. Laat het met je uitleggen, beste mensen van het goede leven. Stel dat je grijpstuivers dat jullie zijn. De afgelopen 10 jaar draag ik deze schoenen. En dit zijn barefoot schoenen van het merk Sole Runner. Geen betaalde promotie, absoluut niet. Maar dit zijn barefoot schoenen waarbij je, kijk, die kan je zo helemaal dubbel vouwen. Je hebt geen zool, je hebt een verbrede voorkant. Zodat je tenen lekker wijd kunnen zitten. Het zit heerlijk. En barefoot schoenen, het zegt het al, het woord. Het is alsof je buiten op blote voeten loopt. Oh, heerlijk. Anyway, ik koop deze schoenen, deze Sole Runner T1 Allround. Die koop ik elke 2 jaar. Exact hetzelfde merk, exact dezelfde maat, exact hetzelfde model. Dus ik had weer nieuwe nodig. Want kijk, er zit een gat in. Zie je dat hier? Kapot. Dus ik naar die webshop. Hè? Maar die webshop in Nederland waar ik ze altijd kocht, die bestaat niet meer. Weer een ondernemer gevallen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon naar de website van de maker in Duitsland. Ze komen uit Duitsland. Sole Runner. En dan bestel ik ze gewoon daar. Dus ik bestel maat 39. Want dat heb ik altijd. Ja. Komt die aan. Ik zet hem aan mijn voetje. Wat blijkt nou? Hebben ze het design veranderd? Is maat 39. Die valt een stuk kleiner uit. Dus mijn tenen zaten opeens zo, weet je. Hebben ze een goed recept veranderd. Ik terugsturen. Maat 40 besteld. Maar die was weer veel te groot. Paniek in de tent. Paniek in de tent, jongens. Het is zo vervelend als je een winnend concept hebt. En dan gaan ze dat veranderen. Dat is nergens goed voor. Ik dacht, weet je wat? Als dan dit er niet meer is, moet ik dus andere schoenen gaan kopen, ander merk. Dan kan ik net zo goed totaal iets anders gaan kopen, weet je. Misschien wel zelfs terug naar traditionele sneakers. Vroeger draagde ik altijd Converse en dat soort dingetjes. Ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon terug naar dat soort schoenen. Maar ja, wat dan? Hè? Ik ben 10 jaar uit de rolering geweest. Ik weet helemaal niet meer wat fashion is. Ik ken alleen de Nike MX nog, die nog steeds in zijn trouwens. Dus ik vraag aan Mick. Mick is mijn zwager, van mijn zusjeskant. Ik zeg tegen hem, hij is trainer, puur performance training. Hier, als je een trainer zoekt, de personal trainer in Zeist, ga hem bellen. En vraag geen korting, want de grijpstuivers dat jullie zijn. Ik vraag aan hem, zei Pik, wat zijn goede schoenen, hè? Hij zegt, dan moet je On Running hebben. Die moet je eens op gaan lopen. Nou, dat loopt heerlijk, ja, heerlijk. Oké, On Running, ik noteer het. Ik vroeg ook aan Jay, vriend van mij, ik zeg, hey kerel, wat voor schoenen heb jij dan? Ja, hij zegt, ik heb Adidas Ultra Boost 4.0. Ik kijk, het zijn de meest lelijke schoenen die ik ooit gezien heb. Maar goed, deze zijn ook super lelijk. Als ze maar lekker lopen, toch? Maar ja, dan zie je al die plaatjes van die schoenen op internet. En toen dacht ik, hoe kan ik ze nou even passen, even voelen? Weet je, of je weet dat het lekker zit. Dus ik denk. En toen dacht ik opeens, ik had een geniaal idee, geniaal inzicht, zeg ik eerlijk. Ik dacht, als ik nou een keertje mijn slaapkamer uitkom en dan naar de winkel ga, buiten, dan probeer ik ze daar, in de winkel. Ja, baanbrekend, hè? Dus ik naar die winkel en ik kom naar binnen in Footlocker. En dat is gewoon niet mijn winkel, man. Weet je hoe hard de muziek ze daar draaien? Maat 41! De discotheken zijn allemaal dicht, hè? Al die festivals zijn ook afgelast en weet ik veel wat. Geen nood aan de man. Ga gewoon naar Footlocker. Zelfde ervaring. Net zoveel takkenherrie. Dus ik loop daar in die Footlocker en ik vraag aan die Nederlands uitziende jongen met zijn Marokkaanse accent. Ik zeg, hey Pik, ik ben op zoek naar Ultra Boost. Heb je die in die maat? Hij zegt, assalamu alaikum broeder, uitverkocht met jd-sport. Moet ik naar jd-sport? Ik had daar allemaal geen zin meer in, man. Ik zeg tegen Iris, mijn vriendin, we waren samen. Voor mijn schoenen kijk, ik zeg, ga nog naar één winkel die je kent, Beversport. Dus ik naar Beversport en guess what? Daar is ook On Running. Daar is ook Adidas Ultra Boost. Dus ik daar passen, maar wat blijkt, allemaal niet mijn maat. Allemaal niet de kleur die ik wil. En ik ging voor schoenen, beste mensen. Ik ging schoenen kopen. Mijn vriendin ging mee. En veel mannen zullen dit waarschijnlijk herkennen dit. Jij gaat winkelen als man met je partner, met je vrouw, hè? En je gaat naar de winkel voor jouw spullen. En wie gaat er naar huis met nieuwe spullen? Je vriendin. Ik had geen nieuwe schoenen gekocht, want mijn maat was er niet. Maar mijn vriendin, die ging naar huis met Adidas Ultra Boost. En wat had ik gekocht? Ik heb een frisbee gekregen. Maar ja, ik moet wel echt andere schoenen hebben, want die zitten de gaten in. Dit zijn problemen, snap je? Dit zijn grote wereldproblemen. Als je het nieuws opent momenteel op nu.nl, dan zie je veel verschrikkelijke dingen gebeuren. Peter de Vries, Limburg, dat soort dingetjes. Of dat boa's warmtezoekende camera's krijgen om warme hondendrollen op te sporen. Dat is verschrikkelijk. Sta je daar in een kinderspeeltuin onder te schijten met je hond, word je door een struikrover met een cameraatje. Dat kan toch niet? Ik vind dat het gewoon moet kunnen dat je de glijbaan onderscheidt met je hond waar de kinderen in spelen. Wat is daar mis mee? Het is trouwens wel goed nieuws voor de boa's dat ze zo'n warmtezoekende camera krijgen om die hondendrollen op te sporen, om jou een boete te geven. Want weet je, je moet je afvragen hoe deden ze dat vroeger, hè? Toen ze nog niet zo'n warmtezoekende camera hadden. Weet je hoe het ging vroeger? Dan kwam die boa aan bij je hond en dan zat hij te kijken zo. En dan moest hij bepalen, hè? Is die drol warm of niet? Weet je hoe ze dat deden? Ging zo met het vingertje, zo, in die drol. En dan gingen ze draaien, zo. Dan voelden ze of die warm was. Dan gingen ze daarna met het andere vingertje in die hond. En als die ook warm was, dan kreeg je een boete. Anyway, ik had nog steeds geen schoenen. Dus ik ben naar Zalando gegaan. Want ik dacht, weet je wat, we gaan het op mijn manier doen. Ik ben van de lijstjes, dus ik ga een lijstje maken. Ik heb een lijstje gemaakt met alle schoenen die ik wou hebben. Met maat, kleur, zodat ik niet meer hoef te winkelen. Ik bestel ze gewoon allemaal. En van elk exemplaar ook 2 maten. Weet je, dat ik thuis een beetje kan proberen. Dus beste mensen, ik heb heel Zalando leeg gekocht. Ik heb voor €1200 schoenen gekocht. En ze staan nu in mijn woonkamer. Zullen we even gaan kijken? Komt leuk. Zo, beste mensen van het Goede Leven, daar zijn we dan. Welkom bij Footlocker, bij Percy. Dit zijn ze. Ik zal ze even laten zien. Kijk, de dozen liggen nog daar allemaal. Oh, dat zijn die Ultra Boost die mijn vriendin heeft gekocht uiteindelijk. Ik heb dit allemaal gekocht en we beginnen hierbij. Oh, zie je trouwens, van elk exemplaar 2, hè? Handig, hè? We beginnen bij deze. Wat is dit? Under Armour, zie je daar? Ja? Nou, die vond ik best wel netjes, zie je? En deze staat wel ook. Netjes, netjes, netjes. Oké, dan gaan we hier naar de Ultra Boost van Che. Die gaf deze tip. En die hebben een hele dikke zool. Maar die lopen zo lekker zacht, hoor. Echt heel erg lekker zacht. Zo, deze, doppa. Dan hebben we hier die On Running van Mick. Ah, vind ik wel een mooie kleur, hè? Kijk, die hebben een soort... daar kan je je ledger in verstoppen. Super handig. Kijk, hier aan de onderkant, zie je? Open ruggetje. Daar stop je dan je Bitcoin ledger in. Dan kan je zo de grens over. Handig, jongen. Handig. Nou, dan hebben we hier nog Reeboks. Ziet er ook wel vet uit, hè? Lichte schoen. Een mooie pata. En dan hier hebben we nog Adidas. En dit zijn eigenlijk wandelschoenen van het merk Terrex. Dat is de Adidas-lijn wandelschoen. Die zijn iets steviger, wel keihard. En nu vraag je misschien af van Peus, welk gaat het worden? Nou, ik zou je wat zeggen. Geen één. Nee, ik moet ze zo allemaal weer in de dozen doen om ze terug te sturen. En ja, zo maak je Zalando wel kapot, hè. Want ze gratis retourneren en allemaal arbeid kosten om dat alles weer netjes in de winkel te krijgen, weet ik van wat. Dus ja, zo help je Zalando wel kapot om heel veel te bestellen en dan alles weer constant terug te sturen zonder 1 exemplaar te kopen. Maar wat blijkt nou? Ik al die schoenen passen. Nou, ik vind ze echt vet eruit zien, vooral deze, die On Running, die oranje. Echt heel erg tof. Maar geen één schoen zit lekker. Waarom niet? Omdat, dat was ik even vergeten, ik ben zo gewend geraakt, mijn lichaam, aan schoenen zonder zool, dat een schoen met een normale zool, ik kreeg er gewoon instant rugpijn door. Dus ik heb voor €1200 schoenen gekocht, kan ik alles weer terugsturen. Dus jongen, jongen, jongen. Lastig ben ik, hè? Ah, wel leuk verhaal, toch? Dus ik online kijken of ze andere merk barefoot schoenen hadden. En toen vond ik een winkeltje in Arnhem. En die ga ik wel even promoten. Ik word er niet op betaald, ze weten niet van deze video. Maar dit vond ik echt een geweldig winkeltje. Barefoot and More. En die verkopen alleen maar barefoot schoenen. Dus ik dacht, weet je wat, dat is een klein winkeltje, dat is geen Zalando. Laat ik er gewoon even heen rijden, voordat ik daar de hele winkel leeg koop en dan alles weer terugsturen. Dat is voor zo'n kleine ondernemer is dat niet handig. Dus ik daarheen gereden. Nou, daar kwam ik schoenen tegen van Leguano, als ik het goed heb. Dit zijn Sole Runners. Je hebt Vivo Barefoot, je hebt Vibram, en met die 5 vingers heb je. En je hebt Leguano. Die heb ik dus nu gekocht, want ik deed ze daar aan. En die zaten echt partij lekker, jongen. Is dat echt lekker. Maar komt hij, komt hij. Ah, kan je zien? Kijk, zonder zool, bijna zonder zool. Hey. Sexy, sexy. Iris, Iris. Netjes toch? Mooi stofje zo. Het zijn nog steeds wel van die gekke schoenen die zo helemaal dubbel kan vouwen. En zonder zool wel met wat meer grip. Maar het zit lekker, jongen. Echt. Ik raad het je niet aan, want als je dit soort schoenen koopt, dan kan je dus nooit meer terug. Maar als je eenmaal hierop loopt op barefoot schoenen, maar het is echt lekker lopen, jongens. Alsof je altijd op pantoffels loopt. Heerlijk. Dankjewel voor het kijken. Ik ga nu even Zalando alles terugsturen. En dan ga ik eens even bedenken hoe ik Amazon kapot kan krijgen. Ik hoor het graag van je in de comments. Zie je de volgende video. Cheers.